Nou, jeetje, Mina. Dag, Loek. Ah, Rick, dat is al heel lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Oh, maar je Hoi. bent niks veranderd. Je bent wat kaler geworden, dat is het enige. Maar voor de rest Nou, ben je. erg goed wel. Hey, maar. Ik ben ook kaal. Ik ben ook kaal. Ja. Waar zit jij nu? Is dat in jouw huiskamer? Ja, in hoge. Wij wonen in Hoge Zwaluwe. Ja. Ik laat het een beetje zien, dus dan heb ik een beetje een beeld. Gemeente Drimmelen, dus vlakbij Maden. En boven Breda, maar jij kent het wel, hè? Jij kent die streek Ja, wel natuurlijk. ik ken een klein beetje gebied. Ik heb vroeger natuurlijk in Hank gewoond, dus een heel klein beetje Ja, Hank. die Ja, streek wel en bekend. Breda. Jullie Ja. hadden de zaken in Breda, natuurlijk. Ja. Nou, Breda, dit doet me alleen maar denken aan nou ja, oude verleden, de Venise. Oh, echt? Ja? Oh, Ja. ja, ik kan me jullie therapieruimte nog zo goed voor de geest halen. Wat kun je voor de geest halen? De? Jullie IHC-ruimte, jullie therapieruimte. Ja, nou, dat is. Nou, we gaan gewoon starten, want het was even hier heel spannend, want het lukte maar niet. En toen dacht ik, oh, nou, via via, toch gauw nog even een belletje. We gaan gewoon nu beginnen. Rick op de koffie bij mij. Nou, ik vind het fantastisch. Maar voor degenen die jou nog niet kennen, en er zijn er misschien niet zo heel veel. Maar is het toch misschien wel leuk om even jezelf te introduceren? Wie is Rick van der Maden? Rick van der Made is een Brabantse jongen geboren in Breda op 9 juni 1968. Ik ben ondernemer, onder andere. Ik ben dichter, ik ben columnist, dus een beetje van alles wat. Ik heb Franse taal en letterkunde gestudeerd en ik heb pedagogiek gestudeerd. Daar ken ik Loek weer van. Want Loek was destijds mijn docent groepsdynamica. Veel van geleerd. Ook vooral een andere manier van lesgeven. Kinderen zichzelf laten beoordelen, bijvoorbeeld. Dat heb ik van Loek geleerd. En dat vond ik een heel mooi iets om dat te leren. Lang in de Randstad gewoond, Rotterdam 10 jaar, Amsterdam 6 jaar, Zaanstad 8 jaar gewoond. En sinds een halfjaartje weer terug naar Brabant, in Oh. Hoge Zwaluwe, aan de rand van de Biesbosch. Ja, een mooie streek ook. Maar je noemt nu even heel snel even je levenslijn. Ik wil een stapje terug, want ik volg je ook in je columns, die ik zeer de moeite waard vind. En ook zeer Dankjewel. uitdagend, prikkelend zijn soms en confronterend. En je hebt een aantal keren over je ouders geschreven. Dus ik vind het heel leuk om dat stukje terug te halen. Typeer eens uit wat voor soort milieu, wat voor soort gezin kwam jij? Ik kwam uit een gelovig katholiek gezin van een moeder die een uitgetreden non was. Een vader van eigenlijk boerenafkomst uit Maden. Echt een dorpskind. Bakkerszoon uiteindelijk geworden. Door de oorlog het dorp uitgetrokken en naar Breda getrokken. Daar mijn moeder leren kennen. Die was inmiddels uitgetreden uit het klooster. Wel heel gelovig gebleven. En vier kinderen gekregen. Ik ben de derde, waarvan er drie homoseksueel. Dus dat is toch wel bijzonder. Dat is wel heel bijzonder, ja. Ja, mijn broer. Ik heb nog één broer en twee zussen. Een oudste zus, een oudere broer en een jonge zusje. En mijn broer, ik en mijn jongste zusje zijn alle drie homoseksueel. Ja, en dat was wel bijzonder. Ja, wij komen gewoon uit een ambtenaar. Milieu. En mijn vader was ambtenaar. En ja, die heeft denk ik 30 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. Gewoon een heel standaard gezin in een rijtjeshuis in een nieuwbouwwijk in Breda-Oost. Uiteindelijk daar zijn we terechtgekomen. Eigenlijk een heel gelukkige jeugd. Totdat mijn Ja, moeder ziek wacht werd. even. Mijn moeder Wacht werd. even, want Ja. je gaat even te snel. Want ik vind het namelijk even stilstaan bij dat heel specifieke gezin. Drie van de vier kinderen die homoseksueel zijn.
ik denk dan, wauw, wat een genade, wat een fantastische ervaring moet dat zijn om in zo'n bedding op te groeien. Is dat ook zo? Was dat ook zo? Jawel, ja, was ook wel zo. Ja, ja, dat was ook wel zo. Ik heb hele liefhebbende ouders gehad, die de liefde voor het kind belangrijker vonden dan sociale druk, hè, of controle, wat in die tijd natuurlijk toch nog wel aanwezig was. Hè. Ik praat over begin jaren 80 in Brabant. Nou, toch nog steeds een CDA-bolwerk in die jaren. Ja. Nou ja, goed, jij weet er ook wel het een en ander van. Toch allerlei conventies. En ja, weet je wat mijn moeder ooit heeft gezegd? Ze zei, ja, weet je, ik was gewoon bang dat jullie niet gelukkig zouden worden. En ik denk dat dat natuurlijk de grote vrees is van een moeder of van een ouder in het algemeen. Van, ja, worden mijn kinderen wel gelukkig op deze manier? Dus dat, maar het heeft wel een bepaald, ja, het heeft een heel bijzondere dynamiek gehad, ons gezin. Omdat je in zo'n nieuwbouwwijk in Breda-Oost, waar alles heel standaard en gestandardiseerd eraan toe ging. Yeah. Man, vrouw, kinderen, hond, auto, weet je wat ik bedoel? Het was allemaal vrij gestandardiseerd. En in één keer komt daar een gezin wat volledig uit de bocht vliegt. En ook wel flamboyant op een bepaalde wijze. Maar hadden jullie daardoor ook een speciale positie in die wijk? Werd op een bepaalde manier naar jullie gekeken als gezin? Jawel, jawel. Ja, achteraf hoorden wij ook wel van, er werd ook wel veel geroddeld. En er werd ook wel veel van, ach, wat zielig, hè, voor die ouders. Hè, dat werd toch zo'n beetje, in die jaren was het toch van, wat sneu. Ja. Maar we hebben ook hele mooie voorbeelden van een buurjongen die tegen zijn ouders wilde zeggen dat hij homoseksueel was. En die had daar een avond voor uitgekozen en zijn zus zat erbij. Dat was onvoorzien. Dus hij zegt van, ik heb wat te vertellen. En tegen zijn vader en moeder. En hij zegt, ik ben homo. Nou, zegt je zus, dat geeft helemaal niks bij Van der Maarden. Hebben ze er drie. En dus dat soort verhalen, die gingen dan wel door de buurt. En dat is mooi. Ja, dat is het vormt je. Hè? Ik bedoel, je bent toch een soort avant-garde in zo'n heel burgerlijk milieu. Ja. Maar je had wel een voorbeeldfunctie. Jullie als gezin binnen die streek of binnen die wijk. Door met drie homoseksuele kinderen. Ik denk, daar kon je niet omheen. Kijk, het is een groot contrast. Nee, daar kon je niet omheen. Het is een groot contrast als ik denk aan mijn manier vanuit de kast komen. Mijn moeder reageerde, ik heb het ooit tegen jou gezegd, nogal voor mij als een schok van, ik had liever dat je kanker had. En voor mij was dat zo'n klap in mijn gezicht. Een jaar lang ben ik niet thuisgekomen, maar geleidelijk aan, en ik was op een gegeven moment zelf in therapie, omdat me dat, dat zat me toch wel heel erg hoog. En toen werd me eigenlijk duidelijk dat ik het er niet kwalijk kon nemen, want het was gewoon een beperkte geest. Mijn moeder had geen opleiding gehad, buiten een dorp wonen. Nou, dan was het natuurlijk, als ik nou kanker had gehad, had ze tegen de buurvrouw kunnen zeggen, god, die jongen van ons heeft kanker. Dat snapte ze. Maar dat homo zijn, dat snapte ze helemaal niet. Ja. Dat was voor haar, daar zat een grote angst achter. En dan hoor ik bij jouw moeder wel een soort angst van, ik hoop dat ze wel gelukkig worden, maar ze stond wel voor jullie. En dat? Ja, ze was niet bang voor sociale, ook binnen de familie. Twee grote families hadden wij, van vaders en moeders kant. Daarin bleef ze wel heel duidelijk toch haar koers varen. Ongewist van wat de Fransen zo mooi zeggen, les camps d'iraton, wat men ervan zal zeggen. Ja. De roddels en de achterklap. Maar we hebben gewoon een hele lieve familie. Kanten, heel warm. En ik denk dat dat onze redding is geweest. Ja. Dat ons heeft behoed voor heel veel, wat in jouw geval waarschijnlijk wat meer is van, wat je zegt van, ik ben een jaar niet thuis geweest. Hè, van, je bent toch zo geraakt. Dat is je moeder, hè? Dat is toch iets, daar moet iets onvoorwaardelijks zitten, denk ik. Ja. Ja. In een moeder-kind relatie. Hè? Bedoel, wij zijn allebei pedagogen, hè? Dus dat. Ja. Die bloem van een kind is een bloem en dat komt uit een zaadje, dat moet gevoed worden, dat moet bemest worden, bewaterd, weet je wel. En dat blijft. Hè? Dat blijft altijd. Je kunt nooit meer zeggen van, je bent mijn moeder niet. Dat kan niet. En dan zeggen, je bent mijn kind niet. Dat kan gewoon niet. Ja, je kunt het wel zeggen, maar die band die blijft. Ja.
En als je dat in jouw geval om je eigen leven te kunnen vormgeven, ja, dat is zwaar. Nou, het was een tijd lang was het zwaar. Want nogmaals, toen ik het kon zien in de juiste proporties, dat het absolute onmacht was. Ik zou nu zeggen dat ik gebruik het wel eens ook als voorbeeld in therapie, een beperkte geest creëert een beperkt leven. Daarmee wil ik ze niet afwijzen, maar dat wil ik wel aangeven. Ze had er nooit van gehoord. Er hing alleen maar een soort angst omheen. Of wat ze ervan gehoord hadden. Ja, mijn voorbeelden waren natuurlijk een Albert Mol en André van Duin. Nou, dat waren lachwekkende figuren. En ik denk dat op een of andere manier dat toch ook bij mijn ouders een beetje rol speelde. Hij zal veel hoongelach krijgen als hij daarmee naar buiten komt. En ik begon toen net als onderwijzer. Dus de koppeling, en dat vond ik vreselijk om dat te merken, maar nogmaals, dan kom je weer uit bij die beperkte geest, de koppeling die ze maakten van, jee, hij is onderwijzer, hij zal toch wel van de kinderen afblijven. Nou, dat is natuurlijk banaal, alleen al dat idee. En dat heeft mij wel een tijd lang heel veel pijn gedaan. En dan denk ik van, oké, we maken allemaal onze eigen strijd door in het leven. Want hoe is dat verder met jou verlopen? Je bent dus, hoe oud was jij toen jij uit de kast kwam? Ja, of 14, 15. Zo jong al. Ja, toch wel. Ja, ik had natuurlijk wel een oudere broer die al uit de kast was gekomen. Dus voor mij was het net wat makkelijker. Ja, aan de ene kant makkelijker, aan de andere kant moeilijker. Dat zal ik uitleggen. Makkelijker omdat mijn weg was al geplaveid door mijn broer. Mijn ouders wisten wat homoseksualiteit. Die had boeken in huis gehaald over homoseksualiteit. Die had heel veel overleg met het COC. Nou goed, dat had mijn broer heel goed ingeleid. En toen ik zei van ik ben homoseksueel, of een brief geschreven naar mijn moeder, werd heel lang gedacht van oh, hij wil zijn broer nadoen. Dus het is niet echt. Hè? Of het is imitatiegedrag, wat ik heel goed begrijp hoor. Ja. Maar ik heb wel een aantal jaren een beetje het gevoel gehad van ik word niet serieus genomen in mijn eigen ontwikkeling. Yeah. Maar dat was thuis. En dan kom je ook in een leeftijd dat een peer group, hè, dus dat vrienden veel belangrijker worden. En ja, dat is heel goed gegaan. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik werd verstoten of verbannen nooit. Ik heb gewoon hele hechte vriendengroepen gehad. En dat is tot aan mijn studie heel goed gegaan. En daarna ook nog hoor, maar die hele belangrijke periode van tussen je 13e en je 18e, waarin toch ontzettend veel gebeurt, is eigenlijk heel goed gegaan. Ik heb daar heel weinig last van ondervonden. Ik had meer last van mijn liefdes, van mijn kalverliefdes, dan van het feit dat ik homoseksueel was. Ja. En wat ben je toen gaan doen naar jouw middelbare school? Welke richting ben je toen voor gekozen? Ik ben talen gaan studeren. Ik ben begonnen in Tilburg Frans en Engels en daarna in Nijmegen Frans. Frans taal en letterkunde. Afgemaakt, diploma gehaald, les gaan geven. En ik ben, ik denk dat ik 26 was, zoiets. Ben ik pedagogiek gaan studeren. Eerste graad, daar moest ik eerst mijn tweede graad voor halen. Nou goed, jij weet er alles van. Ja. Maar dat was ik geloof ik binnen een jaar of zo was ik daar doorheen. Dat kon heel snel. Daarna heb ik dus mijn pedagogiek gehaald. En ben ik uiteindelijk ook op pedagogiek beland. Voordat ik mijn eigen zaak begon, ben ik bij pedagogiek, hbo-pedagogiek les gaan geven. Je hebt de faculteit. Want hoe lang heb je op de faculteit toen gewerkt, de faculteit pedagogiek? Zeven jaar. Zo, 7 jaar. Want jij werkte toen op de dagopleiding helemaal, hè? Ik had ook de deeltijd. Ik had ook de avond. Vond ik ook heel leuk. Dus ik gaf voornamelijk de pedagogische vakken. Dus historische pedagogiek en theoretische pedagogiek en wijsgerige pedagogiek. Meestal, ik denk 80% voltijd overdag en zo'n beetje 20% deeltijd tweede en eerste graads in de avond.
bij Frans Juhl. Nee, je kent ze allemaal nog wel. Ja, oh god, ja. Ja, Frans Juhl was toen hoofd de eerste graad, geloof ik. Ja. Ja. Heb jij Nico Bradt nog meegemaakt? Ja, ja, daar heb ik nog les van gehad. Ik heb contact met hem op Facebook. Ja, ja, ik ook. Ja, dat zie ik. Ja. Die sweet memories terug. Maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, tijdens je docentschap, op een bepaald moment neem je de beslissing om zelfstandig te worden. Dus uit dat onderwijs te stappen. Wat was de reden, of hoe is dat bij jou gegaan, dat proces? Van dat je het onderwijs achterliet. Ja, nou ja, je krijgt de mogelijkheid. We waren al lang, mijn vriendin, ik woon samen met een vriendin al 14 jaar. En dat is ook mijn compagnon geworden. Toen werkten we allebei nog in het onderwijs. Ik zat heel veel in Marokko. Ik had een huis in Marokko. En wij wilden daar eigenlijk heel graag iets beginnen, een zaak. Dat was heel lastig door corruptie en het is toch een heel ander land dan Nederland. Dus toen hebben we gezegd, nou dat doen we niet. Mijn oom die had een hotel in Amsterdam, die liep naar zijn pensioen. Dus ik zei tegen hem, nou we doen het niet, die zaak in Marokko. Toen zei hij plotseling, eigenlijk heel spontaan, ja als je dan een eigen zaak wil beginnen, waarom neem je dan mijn hotel niet over in Amsterdam? Ja, en dan ben je, hoe oud was ik, 37. Hè? Dat is een leeftijd waarop je toch nog wat makkelijker zulke grote veranderingen aangaat dan dat je 50 bent of 60 of nou goed, noem maar op. Ja. En toen hebben we eigenlijk allebei heel spontaan gezegd, nou dat doen we. En dat was binnen 3 maanden was dat bekeken. Dus ik geloof in november kwamen we overeen om het over te nemen en in februari zijn we gestart, 2006. En in een hotel met hoeveel kamers? 15 kamers, ja. Wij noemen het straight friendly, dus gay. We begonnen echt als een gay friendly hotel. In de jaren was het nog wel een soort marketing dingetje, hè, om jezelf wat in de roze markt te zetten. Maar ja, goed, Amsterdam was al zo roze en zo gay-minded, dat eigenlijk allemaal... ook het American Hotel noemde zichzelf ook gay-friendly en het Marriott ook. Dus dat had geen meerwaarde meer om daarmee te adverteren. En toen zijn we zijn gewoon een middenklasse hotel geworden waar voornamelijk toeristen komen. Ja, en wat nu dus dicht is, ja. Ja, ja, al pijnlijk, ja. Want, maar, had jij de bemoeienis of met de dagelijkse gang van zaken met het hotel? Of heb je dat... Ja, dus je werd echt hotelhouder. Ja, 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 dat hebben we jaren gedaan. We hebben ook in het hotel gewoond. Daarnaast konden we konden het huis ernaast kopen. Dus hebben we daar nog heel lang gewoond. Ik heb echt van ontbijt lopen tot toiletten schoonmaken, tot nachtwaken. Ja, we hebben het allebei, zowel mijn compagnon Pascal als ik hebben dat allebei jaren gedaan. En omdat je ook niet weet waar je aan begint, hè? Je laat jezelf met een hoop schulden op de schouders. Het liep goed. Maar goed, je weet toch niet van wat voor risico loop je en wat gaat er gebeuren. En wij waren natuurlijk helemaal geen ondernemers, wij waren gewoon ambtenaren. Dat was heel spannend. Ja, wil je daar iets meer over vertellen? Want dat is een stukje, dat is lange tijd mijn strijd geweest op de hogeschool. Mensen die het onderwijs in wilden, dat ze te snel een houding van de ambtenaar aantrokken. En ik vond altijd dat je ook in het onderwijs daar moest staan als ondernemer. Dus dat je moest vechten, zeg maar, voor de kinderen die je toegewezen werden. Maar dat je dat met passie en met enorm betrokkenheid vooral moest doen. En ik heb dus heel veel mensen zien passeren waarvan ik dacht, oh god, die gaan het onderwijs in. Ik heb heel wat keren... Ja. Wat voor mij ook een belangrijke reden, op een gegeven moment buitenschoolse activiteiten op die hogeschool te organiseren. Denk maar even aan die roldoorbreking, dus stilstaan bij de vanzelfsprekendheid en schoolboeken. Nou, dan is er aandacht voor en dan ga je zelfs op stagebezoek. En dan hoor je leerkrachten de meest walgelijke grappen maken over vrouwen en over homo's. En dan denk je,
Wauw, ja. Ze staan voor de meest kwetsbare groep waarbij seksuele oriëntatie, seksuele ontwikkeling plaatsvindt. En er staat dan een leerkracht ervoor die tegen jou zegt, nou, gedraag je eens, je bent geen mietje. Nou, ik vond dat vreselijk. Maar, nou terug naar jou, want je nam afscheid van het onderwijs, je werd ondernemer. Heb je ooit dat stukje gemist, dat je het onderwijs deel? Of voel je je veel blijer als ondernemer? Nou, ik zeg altijd, ik heb niet snel spijt van dingen in het leven. Heb ik ook niet. Ik had ook helemaal geen spijt om het hotel over te nemen. Zelfs nu niet, in deze zware... We hebben echt een zware crisis nu, maar... Maar ik vond het lesgeven op een middelbare school, door het contact met de leerlingen, vond ik wat uitdagender dan op een hogeschool, waarbij die studenten toch wat ouder zijn, wat meer hun eigen weg kunnen bewandelen. Dus vanuit pedagogisch perspectief vond ik, ja, missen is een groot woord, maar ik vond het wel heel leuk om nog met oud-leerlingen contact te houden, om te kijken hoe ze zich ontwikkelden. En nog steeds hoor, ik heb nog steeds in mijn vriendenkring nog wel wat oud-leerlingen waar ik heel goed contact heb. Oh. Dus dat ik vind, en natuurlijk blijf je bij, hè, zo goed en zo kwaad mogelijk, want je hebt het gewoon druk. En zeker in zo'n begintijd van een hotel, je probeert toch een beetje bij te houden, hè, de pedagogische ontwikkelingen, de theorie, dus dat blijft gewoon interesseren. Ik vind bijvoorbeeld Rousseau nog steeds, gisteren hadden we toevallig even over Rousseau, vind ik gewoon nog steeds een mooi filosoof. Dat vind ik gewoon nog steeds mooie literatuur. En dus dat blijft, die liefde die blijft, net zoals die liefde voor die taal, die blijft. Dat gaat niet zomaar weg. Nee. Dus missen niet. Ik vond het ook heel zwaar op bepaalde momenten, het onderwijs. En ook wat jij zegt, van collega's die toch op een andere manier naar kinderen keken. Ik vond de administratie soms verschrikkelijk. De hoeveelheid administratie is niet mijn sterkste punt. Wat dacht je van de vergadering? Ook wel het. Kijk, ik had op HBO een hele goede manager, vond ik zelf, Sophie. Ja. Ik heb denk ik daarna nooit meer zo'n goede directeur gehad. Maar ik heb op scholen gewerkt. En ik heb daarna ook nog wel op andere terreinen gewerkt. Ik ben nog adviseur geweest. Ik heb in de TBS-kliniek gewerkt. Waarbij management soms toch ook wel steken liet vallen, waardoor je ook echt in de kou... Je voelde jezelf in de kou staan soms. Wat je ook zegt van, ja, ik kom op voor mijn leerlingen of voor mijn cliënten, of hoe je het ook noemt. En dat zo'n manager daar toch zo anders over denkt, dat ik denk, ja, wat moet ik hiermee? Ja. Maar goed, en dat vind ik wel het grote voordeel van je eigen zaak beginnen en eigen baas zijn. Je hebt enorme vrijheid in je hoofd. Ja. Dat vond ik echt het hele mooie om dat te ontdekken bij mezelf. En bij Pascal zei het ook altijd van, ja, wij kunnen nu gewoon doen en laten wat we willen. Wij bepalen welke kant we opgaan met dit bedrijf. Ja. En dat geeft... Het is heel veel werk, dus je bent heel erg gebonden. Maar in je hoofd had ik voelde ik heel veel vrijheid. Ja, maar je was een ondernemer. Heel mooi. Ja, maar je was natuurlijk wel... Het voordeel van die ondernemer met die vrije geest is wel dat je ook werkelijk dingen kunt creëren die jij wil. En die niet opgelegd worden. Los daarvan het aantal algemene regels waar je ook mee te maken krijgt natuurlijk. Maar wanneer is de dichter in jou geboren? Ik denk dat hij er altijd al geweest is. Ik zet even een kopje koffie voor mezelf. Ja. We zijn bij elkaar op de koffie, toch? Even ja, ik heb speciale koffie. Speciale koffie. Oh, wat mooi. Wat heb je een mooi kopje. Ik heb speciaal vandaag... Ik dacht, Rick, ik zoek iets roze. Dus ik kan... heel bewust om vanmorgen even te kijken naar een overhemd. Er moet iets roze in zitten. En toen dacht ik, ik pak een roze kopje. En wat voor mok heb jij? Zwart. Zwart. Nou ja, misschien is de kleur waar jij heel erg van houdt. Ik weet wel. Nee, ik pak gewoon zomaar een kopje. Oh, zomaar een kopje mogelijk. Maar vertel over de dichter. Maar ik denk dat dichter altijd aanwezig is geweest. Dus een liefde voor taal. Je gaat ook talen studeren.
Vertalen, hè, dat vind ik ook een heel mooi, doe ik ook. Hè, vind ik ook heel fijn om te doen. En uiteindelijk ben ik in 2011 of 12 gestopt in het hotel. Heb ik gezegd, oké, ik stop hier. Mijn compagnon Pascal die zei, ga schrijven. Hè. Laten we gewoon eens kijken wat het oplevert. En toen ben ik gaan schrijven. Ik ben gewoon gaan zitten en gaan schrijven. En uiteindelijk heeft een jeugdvriend van mij uit die wijk, uit Breda Oost, zeg maar, waar ik samen mee op ben gegroeid. Ja. En die ook dichter is. Die zei, joh, je moet het gewoon eens opsturen naar een uitgeverij. Wat je schrijft is zo goed. Althans, ik vind het zo goed. Ik denk dat het best eens kans maakt. En toen heb ik het naar 3 uitgeverijen opgestuurd. 1 grotere en 2 kleinere. En die reageerden alle 3 heel positief. En toen heb ik voor een wat kleinere... En toen heb ik voor de wat kleinere uitgeverij gekozen, omdat die eigenlijk heel snel reageerde. En ook meteen met een heel leuk idee kwam voor een eerste bundel. En dat is Heimdal uitgeverij geworden. Echt alleen maar poëzie. Een uitgeverij van alleen maar poëzie in Waalre bij Eindhoven. Ja. En daar ben ik nog steeds, bij. Dus daar geef ik ook nog steeds uit. Inmiddels heb ik een roman geschreven, die ligt bij de Geus op dit moment. Dus dat wordt ook nog wel even spannend. Ja, kijk, nu door de crisis ligt gewoon alles even stil. Ja. Maar goed, ik ben dus op meer terreinen. Ja, maar tot nu toe, hoeveel dichtbundels heb je geschreven? Ik heb 4 bundels geschreven. Ik heb 4 dichtbundels geschreven. Er zijn vertalingen van mijn gedichten in het Engels en in het Frans. Dus ik heb 3 dichtbundels bij Heimdal uitgegeven inmiddels. En ik heb 1 bundel met Jan-Simon Minkema uitgegeven, yeah, in eigen beheer. Aha. Ja, want dat vond ik zo grappig. Onze gezamenlijke vriendin Lenny Koer, die liet me weten dat ze een tekst van jou gezongen had. Maar hoe kwam dat tot stand, die samenwerking, dat jij een tekst voor haar schreef? Of vond zij een tekst van jou de moeite waard? Had je speciaal voor haar geschreven? Ja, ik heb... volgens mij is dat via Facebook gegaan. Jan-Simon en ik hadden al contact. Waren ook al bezig met het idee voor een bundel samen uit te geven. Jan-Simon trad op bij de presentatie van mijn derde bundel. Dit jaar... Van de Aarde, ik zal hem even laten zien. Dus deze, ja? Dit is mijn derde bundel. Commentaar van Bis. Ja. Ja. En die hebben we in het Staantheater gepresenteerd. Met een leuke show. En dat was echt heel leuk. En Jan-Simon die trad toen op. En dat is eigenlijk het begin geworden van een hele goede vriendschap. Toen kwam al snel het idee van... laten we samen een bundel gaan schrijven. Zijn beste vriendin is Ine Koer. En die naam ken jij ook, want dat is de zus van Lenny. Dus. En ook een heel goede zangeres, moet ik even erbij zeggen. Kan heel goed zingen. Dus via kom je dan in contact. En toen trad Lenny ergens op in Noord-Holland, in Ouddorp geloof ik. En toen zei Jan-Simon, zullen we eens naar Lenny gaan? Nou goed, en zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dat klikte heel goed, Lenny en ik, dat klikte meteen heel goed. Ja, weet je, ik bedoel met Jan-Simon erbij, dat was gewoon meteen heel gezellig en leuk. Dus dan volg je elkaar op Facebook en toen op een gegeven moment kreeg ik een heel lief liedje van haar van, je schrijft prachtig. Zij is stuur eens wat op naar me. En dat heb ik gedaan. Dus de Wintertuin, die heeft dus dan gekozen om daar een lied van te maken. Ja, ja dat is heel bijzonder om zo'n vrouw jouw tekst te horen zingen. Ja, dat is wel... Ja, ik vond het heel ontroerend. Ja ik vond het heel ontroerend. Dat is, ik heb het gehoord op Facebook. Maar heeft dat dan meteen ook een impact naar jou toe? Dat mensen tegen je zeggen, goh, Rick, wat heb ik nou gehoord? Lenny Koer zingt de tekst van jou. Werkt het ook zo? Ja. Ja, zo werkt het toch. Hè? Bedoel, je komt toch ook weer... Ja, het verhoogt
als je voor zo'n naam schrijft, ja, dan wordt jouw naam natuurlijk ook in één keer wordt ook een treetje hoger getild. Zeg. Ja, zo werkt het gewoon. Hè. Dat is, ja. Dat is toch. Zo werkt dat. Maar het was voornamelijk dat mensen het gewoon een hele mooie tekst vonden en door Lenny heel mooi op muziek gezet. Dus ja. Niet zozeer dat het is de combinatie van. Hè. Ik bedoel, een lied is natuurlijk een tekst, maar ja, een tekst is maar een halffabrikaat. Er moet natuurlijk daarna nog muziek bij gezocht worden. Of als je een toneeltekst schrijft, ja, dan moet er toch nog een regisseur bij gezocht worden die er een mooi toneelstuk van maakt. Ja. En dat heeft Lenny, ja, en Lenny heeft dat met dit nummer, met deze tekst, gewoon heel, heel goed gedaan. Het is gewoon een heel mooi nummer geworden. Ja. Hey, waar ik nou zo dus ja, we kijken wel ja, hoe dat gaat lopen. Maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, hoe ziet er nou een gewone dag in Maden uit bij jou? Nou, in Maden weet ik het niet. Nee, hoe heet het? Het is niet Maden. Ik denk elke Maden met de C achternaam. Ja, omdat ik heet van de Maden en mijn vader komt uit. Mijn vader kwam uit Maden. Dus, en het is hier op de steenworp afstand. Ja, ja, het is vlak bij elkaar. Want je woont toch echt aan die dijk, hè? Ja, ik woon echt op een dijkje. Het heet ook dijkje, waar ik woon. Aan het water. Ja, ik kan het je laten zien, want ik zit echt voor het raam. Dus hier voor mij is water. Dit is mijn uitzicht van mijn woonkamer. Hier schrijf ik ook. Mijn dag, normaal gesproken, ben ik heel gedisciplineerd. Door de crisis is het allemaal een beetje anders geworden. Omdat mijn zaak is dicht. En de uitgeverijen liggen eigenlijk stil op dit moment. Ja. Alles ligt stil. Alles ligt stil, dus dat is toch... gisteren vroeg ook Jan Simon... Ik had Jan Simon Minkema aan de lijn gisteren. Die vroeg ook van hoe gaat het? Toen zei ik, ik ben gewoon wat uit mijn ritme. Hè? Ik bedoel, ik ben niet... Tuurlijk maak ik me wel zorgen over mijn zaak en over mijn uitgeverij en over het hotel. Maar we zitten met z'n allen in die crisis. Dus we moeten daar met z'n allen ook uitkomen. Hè? Daar komen wel weer oplossingen voor. En gaan we failliet. Ja, zo simpel is het. Gaan we gewoon weer verder. Dan zetten we de schouders er weer onder en dan gaan we weer wat anders doen. Maar dus ben je bang? Niet zo bezorgd. Maar Rick, ben je bang voor om te... Nee, bang niet. Nee, bang niet. Ja, nee, angst. Nou ja, weet je... levensangsten, die heb ik gehad tot mijn 40ste, denk ik, zo'n beetje. En daarna heb ik toch geleerd om angsten wat af te leggen en ze meer als uitdagingen, problemen wat meer als uitdagingen te leren zien. Ja, dat is een lang proces, dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar ik weet nu, ik ben nu 51, ik heb mijn diploma's, ik heb mijn ervaring. Ik weet waar ik goed in ben, ik weet waar ik niet goed in ben. En ik red mezelf. Hè? Dus ga ik failliet, dan weet ik, ik kan lesgeven, ik kan in een bakkerij gaan werken, vind ik ook helemaal niet erg. Ik kan pizza's gaan bestellen of gaan rondrijden. Het maakt me allemaal niet zo heel veel meer uit. En dat komt ook omdat ik ook een soort vrijheid voel door het schrijven. Hè? Ik bedoel, ik heb nu, er is iets aangeboord bij me, een soort bron. Hè, en dat blijft gewoon stromen. Dat blijft nu gewoon... Dat is sinds het moment dat ik ben gaan publiceren, is dat eigenlijk niet meer opgehouden. Dus het maakt niet zoveel uit wat ik doe. Maar als je vraagt, hoe ziet een dag er nu uit? Dan is het wel anders dan normaal. Omdat dat ritme is toch wat anders. Hè? Vroeger had ik heel veel... Ik stond op, ik ging sporten. Ging ik schrijven, ging ik lunchen. Ging ik lezen, ging ik weer schrijven. Ging ik weer lezen. Avondeten. Dus het was een vrij strikt programma. Ik ben van mezelf heel gedisciplineerd. Al kan ik zijn. Dat is nu gewoon wat rommeliger. Hè? De sportschool is dicht. Het hotel is dicht. Ik moet heel veel regelen. Hè? Ook wij hebben er ook last van gehad. Telefonisch. Hè? Dat in één keer de ING belt. Of de KVK. Je moet toch allerlei dingen in gang zetten. Je hebt verantwoordelijkheden voor je personeel die doorlopen en waar je dingen voor moet regelen. Dus dat een schijf is wel, je bent een trein die op een spoor zit en dan is het heel vervelend dat je steeds van dat spoor wordt afgeduwd. Ja. Maar, en daar heb je nu gewoon wat meer last van. Ja, ja, maar voor het hotel, toen het hotel gewoon, dus voor de crisis, had je dan dagelijks wel bemoeienissen met het hotel? Of had je dat volledig gedelegeerd? Pascal, mijn compagnon, die werkte nog wel. Die leidt de zaak
nog steeds. We hebben een manager. Onder haar zit een manager die er eigenlijk elke dag is. Maar goed, je hebt natuurlijk toch wel met Pascal en ik heb als eigenaar, ik ben nog steeds eigenaar, heb je natuurlijk toch regelmatig gewoon overleg. Ja, tuurlijk. Dan gingen wij meestal wel één keer in de week lunchen samen om echt een beetje een soort zakenlunch hielden, waarin we dingen bespraken. Maar goed, dat is nu allemaal wat geïntensiveerd, omdat je je moet gewoon samen nu een zaak overeind zien te houden waar geen gasten meer komen, waar geen inkomsten meer uit gegenereerd kunnen worden. Dus dat is nu eventjes zoeken van, hoe gaan we dat doen? En gaan we het redden? Want dat is natuurlijk ook maar de vraag. Niemand, daar kan geen zinnig mens een antwoord op geven. Nee. Het vreemde was wat mij hierover kwam. We heel hard aan het werken om op workshops hier weer op te starten. En het ging heel, heel moeizaam. En net begin van het jaar hebben er 6 workshops uitgeschreven. En er was belangstelling voor. Nou, die workshops zouden beginnen, de crisis start. Dus we hebben ze nu allemaal over moeten tillen naar de zomer. Maar we zeiden tegen elkaar al, we denken toch dat we die mensen kwijt zijn. Want voor een workshop, dat is eigenlijk hetzelfde als een vakantie die je plant. Je zet vast, dan kan ik vrij afnemen, dan ga ik ervoor. En dan wordt het weggezet. Ja, in die zin zie ik het een beetje somber in. Het gevoel van dat ik na de zomer gewoon echt helemaal opnieuw weer moeten beginnen aan werving. Maar dat is een ander stukje. Ik zit nu veel meer, en dan ben ik benieuwd of je dat herkent. We praten allemaal over de crisis, terwijl ik heel erg de neiging heb om te zien deze periode als een groeikans. Wat ga je doen met wat je aangereikt wordt? Ik zie enorm veel solidariteit, prachtige initiatieven. Ik zag Lenny Koer laatst voor die ouderen op een hoogwerkers dan zingen. Fantastisch. Dus ik zie heel veel mooie creatieve dingen. Muzici die van huis uit muziek maken. En toch denk ik, omdat de mens niet bereid is om echt te lijden, want veranderingen vinden meestal plaats door lijden of door conflicten of enorme confrontaties. Ik heb maar één zorg, dat is als die crisis voorbij is, dat we met z'n allen weer terug willen naar het oude. En ik denk dat dat niet kan en ik hoop ook dat we dat niet oppakken. Dus dat er echt een wezenlijke mentaliteitsverandering plaatsvindt, maar ook een verandering in de samenleving plaatsvindt. Maar hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat ik lig wel op jou, in jouw lijn. Hè. Ik heb wel dezelfde gedachten als jij. Ik vind het ook een hele mooie periode. Hè. Het is een hele... Ik werd heel erg ontroerd door die foto dat vanuit India de toppen van de Himalaya weer te zien waren. Hè, omdat het onvoorstelbaar verdwenen was. Ja, dat vond ik echt zo... Weet je, dat raakt me enorm. Hè. Dat vind ik zo'n indringende foto. En misschien heb ik wat in deze tijd ook wat hogere sensitiviteit, hè? Omdat je natuurlijk, het is een hele vreemde, unieke situatie zonder precedent. Dus geen mens weet waar we heen gaan. Ja. Ik denk dat de wereld verandert. Ik denk dat de wereld wel verandert. Dat we hier niet zonder kleerscheuren klinkt weer negatief, maar zonder kleerscheuren vanaf komen. Ja, ik hoop dat we daar, dat het misschien wel een soort misschien is wel een helingsproces. Ja. Ik weet het niet. Ja. Ik zie die initiatieven ook. In het dorp hier ook hebben we ook een groep aangemaakt, hè, voor eenzame en een verzorgingstehuis en. Wie doet boodschappen. Hè? Dus je ziet in één keer initiatieven ontstaan waarvan ik denk, jeetje, weet je, dat is zo mooi. Dat is prachtig om dat te zien. Maar ik voel bij mezelf ook wel een soort verdieping, hoor. Ik ga ook wel naar een poëzie, naar een wat diepere laag. Hè? Ik zoek nu ook woorden van troost. Hè? Mijn gedicht van de trouw, hè? De trouw van 2 weken geleden bijvoorbeeld. Dan voel ik bijna de verplichting om het een soort troostdicht ervan te maken. En dat doe ik dan ook. Hè. Dat is mooi om dat bij jezelf te merken. Heb je toevallig bij de hand liggen, dat mooie gedicht? Ja, heb ik. Ah, wat mooie gedicht. Ja, want je noemt het. Je wilt dat ik het voorlees, neem ik aan, of niet? Ja. Zal ik het voordragen? Ja.
Uit krater van verloren dag spuwt sleur zich in de lucht. Duwt kleuren achter grijze kim die rap naar nacht toevlucht. Een dag waarop ik streling mis van moederstem die zei: geef mij je donderwolken maar, ik keer het onheilstij. Ga slapen, kind, zoek nu niet meer, geef hoop in droom wat tijd. Wie dag verliest, die vindt er meer, niets is voor altijd kwijt. Dus vlei je hoofd op kussen neer, strijk dons langs nacht die knelt, tot goudgerande ochtendtooi zich zacht uit krater meldt. Wauw. Prachtige troostwoorden. Ja. Met een ontwerp van Martijn Gijsbertsen, fotograaf, ontwerper. Dus het is ook, op deze manier is het ook in de Trouw terechtgekomen. Maar dat, ja, dat veel is, reacties dat... ook op jouw gedicht. Ik zie dat je ook voor de Gaykant schrijft, ook column schrijft. Maar krijg je veel reacties op je schrijverij? Ja, enorm. Ja. En? Wat doet dat? Ja, dat is... Ja, dat ook dat biedt mij weer, dat ik troost kan bieden aan mensen, biedt mij ook weer troost. Dat je hebt dus een rol te vervullen in dit leven, blijkbaar. Ja. En het is mooi als ik een troostende hand kan reiken aan mensen. Ook al is het maar een gedicht. Hè, dat is mooi. Of een column. Of als je terugleest hè, van mensen die zeggen van... ik kijk altijd uit naar jouw columns. Hè. Ik zit elke dinsdagochtend met mijn koffie klaar bij het ontbijt. Want dan weet ik van, de column van Rick van der Maarden komt weer online. Ja, dat is gewoon fijn om te lezen. Dat soort, en het houdt mij op de been. Want het is natuurlijk heel erg in dit soort tijden hè, van crisis... Is het heel verleidelijk om in je bed te blijven liggen. En heel apathisch en lethargisch... niks te doen, hè? Dat. Ik kan ook een ontzettend lui mens zijn. Dus ik vind het ook heel fijn om gewoon op de been te blijven en inderdaad zeggen, nee, ik blijf werken. Hè? Ja. Wat er ook gebeurt. Mijn ritme is veranderd, maar ik blijf wel gewoon mijn werk doen. Ja. Dat is fijn. En dat is goed. Ja, ik denk dat ook heel goed is. En zeker in dat ritme te blijven. Maar ik denk nu je daar woont, dat je ook nog een ander ritme erbij gekregen hebt. Want jullie hebben toch ook een stuk tuin erbij die je bij zou moeten houden. Tuintje. Het is niet enorm groot, maar ik hou, ja, weet je, dat hebben wij ook gemeen, Loeke. Wij houden van de natuur. Ja. Ja, wij zitten graag, jij ook en ik ook, wij zitten graag met onze vingers in de aarde. Hè? En dat is bij mij ook wel letterlijk aarde. Hè? Als ik een hortensia plant, ik noem maar wat, Of een narcissenbol, dan vind ik het heel fijn om met die blote vingers in die aarde te gaan. Alsof ik even, dan zoek ik contact met de aarde. En dat vind ik prettig. Ik vind een tuin verzorgen, planten verzorgen, rozen kweken. Ik vind het, insecten zien, dat vind ik gewoon een fijn. Vogeltjes zien, hè? Ik vind het een fijne bezigheid. En het werkt bij mij gewoon bijna therapeutisch. Ik denk dat het gewoon is, mijn eigen therapie. Ja, zo simpel is het. Ik herken het helemaal. Ja. Een leuke anekdote wat me gisteren hier overkwam. Ik was lekker buiten in de tuin aan het werken. En we hebben 3 kippen in een grote ren lopen. Maar die is open. Dus er zit geen gaas overheen. Maar ik zit zo in een natuurgebied. Dus er lopen ook wilde verzante hanen. Die lopen dwars door de tuin heen. Als de hond ze ziet, die gaan erachteraan. Maar gisteren, ik was bezig zaten... in potjes te doen, want ik wilde van alles zelf opkweken. Ja. En ik zie zo'n fazante haan constant om die kippenren heen wandelen. En die kippen werden redelijk onrustig. En ik had de fantasie, dat zal toch niet iets kunnen worden, een haan en een fazant. Het liet een beetje bezig. Ik kom terug, ik heb contact met een vriendin die heel erg met weidevogels bezig is in Nederland. En ik schrijf zo van... Goh, ik moet er toch niet aan denken dat die fazant ineens een van de kippen grijpt. Dus hij zei, in Nederland, in Hardingveld, Giesendam, is dat gebeurd. Zij stuurde een fotootje en een tekst en blijkt dus inderdaad een kip, en die noemt hij dan een vip. Want hij maakt dus een koppeling van een fazant en een kip. Ik enorm om gelachen, alleen maar plezier om gehad. Maar voor mij was het heel leuk om zo in de tuin
alleen maar te zitten observeren. En dan ben ik echt verbaasd en ontroerd. En dan realiseer ik me, soms koppel ik dan terug naar mijn jongere jaren. Dat was altijd werk, volop studeren en nauwelijks vrije tijd. En die verhouding is nu wezenlijk anders. Ik werk, ik ben zeer gedisciplineerd, breng mijn dagen door. Maar de dagen of de momenten dat ik buiten ben, dat is voor mij zo nieuw. En ik voel de afgelopen week de grote overvloed. Als je dan denkt, dan denk ik terug aan mensen, gezinnetjes die driehoog achter in Rotterdam zitten, die binnen moeten blijven. En ik kan hier naar buiten, gewoon in mijn eigen enorm grote tuin. Het is bijhouden natuurlijk, maar ik vind het heerlijk. En ervoer dat als, oh ja, dit is dus ook rijkdom. Als je dit kunt zien en dit kunt ervaren. En ik denk dat jij ook zo iemand bent die kan genieten van het fluitenkruid wat nu op de dijk aan het komen is. Want ik denk dat er volop aanwezig is bij jou. Ja, hey. Het is prachtig. En weet je, en het is ook niet. En, geluk zit niet in materie, hè? Nee. Ik vind materie, naarmate ik ouder word, vind ik materie ook steeds. Het komt met verantwoordelijkheden. En we hebben altijd, Pascal en ik zijn daarin heel makkelijk. Wij zeggen altijd, joh, als we op een zolderkamertje met een fietsje weer opnieuw moeten beginnen, dan doen we dat. Want het zit niet in de, hè, of ik een groot huis, we hebben helemaal geen groot huis hoor, maar het zit niet of ik een groot huis heb of een grote auto rijd. Of, het zit inderdaad echt, hè, ik moet heel vaak aan Barbara denken, hè, de Franse zangeres Barbara. Hè, dat ze zegt van, je kunt nu la beauté d'une, à genoux, hè, op mijn knieën, je kunt nu la beauté d'une rose. Heb ik, het is goed, hè, ik kan sterven, want ik heb op mijn knieën de schoonheid van een roos gezien. Ja, dat is een zin waar ik me aan optrek. Prachtig. Prachtig. Ja, en wat ik heel mooi vind in jouw teksten, en van de week zat ik echt te glimmen, je bent een enorm observeerder ook. En van de week toen ik de tekst las over het bezoek aan de supermarkt en de irritatie daar van een dame die voor wilde schieten. Ja, dan ten eerste, je roept het beeld. Het is heel erg beeldend hoe je schrijft, maar tegelijkertijd ook met enorm veel humor. En mijn vraag is eigenlijk, krijg je daar op dat specifieke, soms heb je enorme humor, soms enorm sarcasme, soms confronteer je mensen met je teksten. Krijg je daar ook direct reacties op, mensen die zich daarin herkennen? Ja, direct. Ja, dat is, kijk, we zitten toch in een tijd van sociale media, van mensen die meteen kunnen reageren. Hè? Ik schrijf ook voor andere bladen. Dat zijn bladen, dus die komen één keer per maand. Dus dan zie je de reactie wat later komen. Hè? Want dan, daar werkt de deadline anders. Dus voor Gay News bijvoorbeeld, als een maandblad. Daar moet ik voor de derde van elke maand mijn kopij inleveren. En dan komt die eind van de maand pas in het blad. Dus dat is een hele andere dynamiek. Maar ook daar, ik kreeg in één keer een brief doorgestuurd van de redactie uit Zuid-Afrika bijvoorbeeld, want die columns in het blad worden vertaald in het Engels. Niet door mij hoor, maar die, door de uitgeverij. En kreeg in één keer een brief uit Zuid-Afrika van ja, hoe mooi die man mijn column heeft gevonden. Ja, dat is toch heel bijzonder, hè, dat iemand in de pen klimt in Zuid-Afrika om naar Nederland een brief te sturen naar de redactie. Ja. En die redactie stuurt dan zo'n brief mij door. Maar voor de gay krant, ja, dat is natuurlijk meteen online te lezen. Ja. Dus dat gaat heel snel. Hè? Dat zodra de hoofdredacteur Hans Prummel het online zet, via Instagram en noem maar op, ja, dat gaat razendsnel. Hè? Binnen een paar seconden heb je 200 likes of 300 likes. Hè? En het is ook een kwestie van mensen moeten jou leren kennen. Hè? Dus dat je bouwt ook aan een netwerk en je bouwt ook bijna een community op. Ja. Waardoor mensen heel snel op jou reageren. Maar mensen vinden mij soms ook vervelend of irritant. Of kijk, weet je wel, schrijf ik iets over Marokkanen, dan ben ik te rechts. Schrijf ik iets over, over Rutte, dan ben ik schrijf ik iets positiefs over Lodewijk Asscher, dan ben ik te links, weet je wel. Het is, mensen hebben altijd commentaar. Ja. Ja, en ik vind het leuk om daar wat mee te spelen en altijd maar een beetje, hè, dat mensen zich afvragen van waar zit die Van der Maden? Hè, van, ze kunnen mij niet pinnen op een bepaalde politieke voorkeur of een bepaalde van, ik ben gewoon een wetenschapper. Hè. Wij zijn ook allebei wetenschappers en dat
dat blijft overeind, weet je. Ik laat me gewoon niet heel snel leiden door allerlei door emoties. Door de worden. Nee, door de waan van, nou, ik heb met Bas, onze NRC-columnist, ik ben even zijn naam kwijt, die schreef ooit van, als columnist moet je de waan van de dag gebruiken, hè? Want dat leeft dus in een samenleving. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Bas Heijnen, sorry. Oh ja. En een van de grote columnisten in Nederland. Ja. En die schreef dat. En, ik vind die waan van de dag uitermate interessant. Als wat jij zegt, als observeerder. Hè? Van, ik observeer dan wat gebeurt daar. Hè? Zo'n voorval met twee jongens die worden bespuugd en uitgescholden, ja, door een paar van die Marokkaanse jongens in Nederland, wat eergisteren is gebeurd of met Pasen. Ja, dan komt zoveel emotie los. En dan, maar ik ga niet mee in die emotie. Ik blijf dan op afstand kijken van wat gebeurt hier. En wat schrijven mensen? Wat lees ik? Wat hoor ik? Wat zie ik? Ja, en daar wil ik dan weer een verhaal van maken. Maar ja, ik blijf dan wel heel bijwetenschappelijk, hè, van wat gebeurt hier? Hè, wat ja, dan word ik toch in één keer weer die socioloog, hè, of pedagoog, of die het, ja, vanuit een bepaald kader, hè, probeert in te kaderen. En dat vind ik ook een rol die je hebt als columnist. Hè, van, ja, ja. Kijk, ik schrijf niet voor een of ander, de dagelijkse standaard, ik noem maar iets hoor, de dagelijkse standaard, wat ik gewoon een uiterst, hè, bijna extreem rechts geel platform vind. Ja, en daar heb ik helemaal niks mee. Nee. Dat vind ik helemaal niet interessant. Nee. Maar, je hebt wel een heel duidelijk, in die zin, vanuit jouw rol, een signaalfunctie. Hè? En je gebruikt daar je creativiteit en je observatievermogen mee. Maar natuurlijk ook je grote levenservaring die je opgedaan hebt. Ook, denk ik, in het, niet alleen in het Brabantse, maar dus door in de Randstad te wonen, in Amsterdam te zijn. Door regelmatig in andere landen te vertoeven. Ik denk, Rick, dat je voor heel veel mensen een spiegel bent. En dat heel veel mensen ook niet alleen troost vinden in wat je schrijft, ook bemoedigd worden. Ik zelf moet zeggen dat ik altijd met heel veel plezier en soms met enorme ontroering je columns en je gedichten lees. Soms reageer ik omdat het zo herkenbaar is. Ik denk van, goh, bijna. Dus je afkomst, de bijna jaloeziegevoelens had ik. Als je toch in zo'n gezin geboren mag worden. 3 van de 4 kinderen zijn homo. Nou, ik ben 1 van de 10. En ik ben de enige homo in het gezin. Maar die werkelijk niet mocht zijn. Ik heb al zoiets gedacht, het woord gedogen past inderdaad heel goed bij ons. En mijn hele familie, ik denk dat ik gedoogd word. En mijn acceptatie is absoluut niet aan de orde. En ik voelde dat het duidelijkst toen ik toch al een aantal jaren met mijn partner samenwoonde, toen we in Hank woonden. En dan had je neefjes en nichtjes die groeiden op en die vonden het leuk om bij jou te zijn. Maar als ze tegen de puberteit aankwamen, was het ineens voorbij. En ik vond dat vreemd. Want ik was dol op die kinderen waren dol op mij. En dan zag ik gewoon dat het toch over en heen vanuit de ouders. Wat, dat weet ik niet hoor, ik kan het niet aanwijzen. Maar dat was zoiets van, nu gaan we daar niet meer naartoe. Nou, en dat zijn, ja, dingen die enorm veel pijn hebben gedaan bij mij. Maar goed, ja, dat is een fase ook in je leven. Ik zit te denken, heb je nog een kleine tekst als een soort afsluiting van onze ontmoeting? Heb je iets bij de hand? Dus ik van, vind het wel leuk om iets nog voor te lezen. Ja, ik heb wel dingen hier liggen. Ja, ik heb. Ik weet niet goed wat je wil horen. Ik vond natuurlijk de column over de supermarkt vond ik gewoon leuk. Echt gewoon leuk. En ik denk dat het voor heel veel mensen herkenbaar is. Maar misschien heb je een ander gedicht wat op dit moment voor mensen heel troostend kan zijn. In een crisis waarbij ze denken van, oh, hoe moet dat verder? Nou, mijn uitgever vindt dit mijn mooiste gedicht. Ah. Ik zal de anekdote vertellen die daarbij hoort. Ja. Wij gingen, het was 2001, het was net in die tijd dat de mobiele telefoon opkwam, maar ik had nog geen mobiele telefoon. Wij waren op bezoek bij mijn
toenmalige partner en ik, Arjan, wij waren op bezoek bij mijn studievriendin van destijds in Vught. Om te barbecuen, het was bloedheet, het was 28 juli. En wij waren net bij die vrienden aangekomen, de barbecue stond aan, de eerste satéetjes lagen op de barbecue. En toen werd er gebeld door mijn broer dat mijn moeder was overleden. En wij rijden terug in de auto, bloedhete auto. En ik heb een bandje, moet je nagaan, zo oud. Een bandje in de auto aangezet. En we luisteren naar muziek. En plotseling komt het lied L'Aigle Noir. De Zwarte Arend van Barbara. De Franse zangeres Barbara komt voorbij. En ik breek. Hè. Ik begin te huilen. En op dat moment kwam het verdriet los van het overlijden van mijn moeder. Die avond, want het was een uur of vijf, zeg maar. Die avond laat belde diezelfde vriendin waar we zouden gaan barbecuen. Die belde op en zei, nou ja, god, we zijn gewoon maar gaan opruimen. En we hebben snel wat gegeten. En iedereen was natuurlijk helemaal van slag. Want er waren wat meer mensen aanwezig. En ze zei, ja, en ik ben naar binnen gegaan. En ik heb L'Aigle Noir van Barbara opgezet. Zonder dat we dat van elkaar wisten. Ja. Dus dat, ja, die arend, die Zwarte Arend, daarmee het ook het jaar van de arend is ook een referentie uit dit boek. Ook een referentie aan die periode. En dus die Zwarte Arend heeft ergens daar lopen cirkelen. Die heeft gecirkeld boven Vught en Breda of Zevenbergen, ja, waar mijn moeder toen woonde. En ik eindig dan voor jou met dit gedicht. Het is ook wel een troostrijk gedicht. Maar dat is de achtergrond bij dit, bij dit gedicht. Ontstaan. Ja, het gedicht heet Vught. Terwijl saté schroeit op een barbecue in een tuin in Vught, sterft moeder alleen in haar bed. Verrukkelijke geur en troostende vrienden worden achtergelaten voor een hete auto waarin zweet uitbreekt. Tot leven gewekte stem van Barbara zingt over de snavel van de zwarte arend die haar wang aanraakt. Ze stemt sereen. Op de drempel van de doodskamer komen honger en intens verlangen naar vrienden in Vught. Haar geur dampt door pyjama heen en vermengt zich met de geur van verschroeid vlees en vuur en vleugje aarde die binnengedragen wordt. Vrienden eten zwijgend. Zij wordt alleen gelaten voor een broodje jonge kaas in de cafetaria. Voor het lied van de arend die nu vast boven een Vught cirkel azend op een vergeten stuk saté. Prachtig, prachtig. Dank je wel, Rick. Ik vond het een hele mooie ontmoeting. Voor jou, Loek. Dank je wel, insgelijks. Jou te mogen ontmoeten. Ik stuur daar nog even een persoonlijk berichtje om even een paar gegevens die ik onder de video wil zetten. Mits je dat wil. Maar ik vond het heel bijzonder om jou ontmoet te hebben. En ik hoop dat we elkaar nog eens een keer in levende lijven in La Douce France gaan ontmoeten. Gaat gebeuren. En ik ben je heel erg dankbaar voor wie jij bent, Loek. Want je hebt mij heel veel gegeven. Dank je wel. Diep respect. Jij ook bedankt. Fijne dag insgelijks. Dank je. Fijne dag, Loek. Dag, Loek. Dag.